Achtertuin, dat is Martijn Vroom, dat is een CDA-burgemeester uit Krimpen. En ik kreeg dat gisteravond door. Ik dacht eerst, het is een fake account. Ja. Dat is deze, geloof ik, een Facebook-bericht. Laat het even voorlezen. Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest of zo. Dus ik heb wat boeken die ik voor mijn studie doornam, maar weer op de lezenstapel gelegd. Kijken of ik er nog wat van op kan steken en dan liggen daar. Nou, dit kan dus echt niet. Ik vind dit. Kijk, ik heb heel veel profielschets van burgemeesters, krijg ik in mijn handen. En er staat er altijd, we zoeken een objectieve verbinder, een boegbeeld voor de stad. Deze man heeft ook een hoop Thierry Baudet-kiezers in zijn dorp, in zijn stad. En dit kan je gewoon niet zeggen, vind ik, als burgemeester. Die man moet weg. Ik vind het echt niet kunnen. Niet eens omdat ik het vind dat hij dat niet mag zeggen. Nee. Maar het feit dat je als burgemeester je zo laat gaan, dan ben je niet geschikt. Dan heb je gewoon diploma niet gehaald voor een objectieve, boven de partijen hangende burgemeester. Dat eens, heren? Ja, misschien is het verstandig, en dat zullen we wel bedacht kunnen hebben, dat de gemeenteraad daar die burgemeesters even op de mat roept. Op de mat roept, of erger dan dat, in de zin van dat Joost zich iemand moet gewoon weg? Ja, man, of die gewoon weg moet, dat beslist de regering. De burgemeester die geeft een stuitende blijk van geen enkel historisch inzicht. Hij heeft ook ons partijprogramma kennelijk nooit gevolgd. En hij heeft ons kennelijk onze debat in de Tweede Kamer nooit gevolgd. Met al die